Ik ben Klaas-Pieter Mulder. Jullie zijn hier op het melkveebedrijf Mulder VOF, wat ik samen met mijn ouders en met mijn vrouw run. We melken hier een 110 melk- en kalfkoeien. Dat doen we met behulp van twee Lely-robots. Bij het bedrijf zitten 65 hectare wat we gebruiken. Daarvan hebben we 8,5 hectare ongeveer snijmais en de rest is gras. Ja, deze stal waar we hier in staan, dat is een 040 stal. Die hebben we in 2017 gebouwd. Zoals jullie kunnen zien liggen de koeien bij ons allemaal in het zand. Dat was de eerste keuze bij de bouw van de stal. De tweede keuze is dat we wilden werken met robots. Om zo toch qua arbeid wat flexibeler te zijn. En de derde belangrijke punt was dat één iemand in zijn eentje hier eigenlijk alles vrij gemakkelijk moet kunnen doen. Dus daar is de koerroeting en de behandelingen en nou ja, alles rondom de koeien is ook zo ingericht dat één iemand alles kan doen. Ja, persoonlijk merkte ik dat de tochtigheden signaleren dat ik dat eigenlijk voornamelijk deed. En ik werk ook nog buiten de deur, dus 3,5 dag ben ik van huis. Dus dan heb je niet altijd ogen in de stal. Dus zodoende zijn we al voordat we deze stal hebben gebouwd, zijn we gaan oriënteren op een sensor die voor ons de tochten ging registreren. En daarna is, nadat we de nieuwe stal in gebruik hebben genomen, hebben we ook de module gezondheid erbij aangezet. Zodat we ook zicht hebben op het herkauwen en het vreten van de koeien. Onze sensor bestaat eigenlijk uit drie modules. Dus de vruchtbaarheidsmodule, nou, die pakt de tochtige koeien. En de koeien die juist helemaal geen tocht laten zien. Daar kun je ook een rapportje voor raadplegen op de computer. Dat moet dan wel op de computer. Dus dat je koeien die je al te lang niet gezien hebt, nou ja, dat je daar wel eens even een keer naar gaat kijken. De module gezondheid, nou, die pakt het vreten, het herkauwen. Pakt die voornamelijk op. En dan is er ook nog een module voeding. En dan kun je echt meer de koe vergelijken met de rest in de koppel. Je kunt rantsoensveranderingen kun je monitoren van wat doet dat eigenlijk met de koeien. Er zit ook nog de oortemperatuur wat ook nog gemeten. Dus als op koppelniveau de temperatuur omhoog gaat, dan krijg je een hittestressmelding. We hebben nu twee verschillende systemen eigenlijk. Dus we hebben de sensoren, zeg maar de oranje dingen in het oor, die detecteren het gedrag van de koeien. En alles wat met het melken en de glijdbaarheid en de melkgift et cetera te maken heeft, dat zit in de Lely. Maar gezamenlijk, de combinatie van beide systemen zorgt wel dat ik goed zicht heb op de koeien. En met name op de individuele koeien. Dus dat je één koe tussen in de hele koppel, dat je die er feilloos uit weet te pikken. Dat er iets mee moet gebeuren. Het voordeel van de sensor ten opzichte van de robot. Kijk, de robot die detecteert natuurlijk de melkgift en nou ja, de bezoekfrequentie. Dus als ze niet op tijd naar de robot komt, ja, dan zal er ook wel iets aan de hand zijn. Maar daar krijg je natuurlijk nog niet direct een melding voor. En gemiddeld genomen is de sensor is er wel ik denk een halve dag eerder bij dat die voor jou ziet van oh, die koe die eet niet meer en die herkauwt niet meer. Nou, en als ze dat dan 2 tot 3 uur niet doet, dan krijg je een melding en dan is het ook wel zaak om die koe al dan niet op te zoeken. Het mooie van de systemen is dat je eigenlijk zowel de robot als de sensoren zeg maar, op de telefoon 24 uur per dag bij je hebt. Dus je hoeft niet naar een pc te lopen om te kijken of er iets aan de hand is. En hetzelfde is ook als we een attentie krijgen, dan kan ik ook de koe gelijk in de robot separeren. Zodat ze apart zit, dat op het moment dat ik thuis kom, dat de koe dan nou ja, eigenlijk al klaar staat. En als dat niet zo is, ja, dan moet ik het nog even opzoeken. Het voordeel waarom ik eigenlijk niet meer zonder zo'n systeem zou kunnen en willen, is dat het nou ja, een hele trouwe werknemer is. Het werkt 24/7 per dag en 365 dagen per jaar. Dus die extra ogen in de stal op de momenten dat je er niet bent, ja, dat is eigenlijk onbetaalbaar.